Wij gaan vandaag stoppen te spelen in het nieuwe huis. We gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Hallo? Hallo, mientje? Ik weet dat ik hier hier. Ik dacht dat ik hier. Dat hebben ze al gedaan. Wow, fucking grote boom. Kijk dan. Wauw. Dames en heren, jongens, meisjes, leuk dat jullie kijken weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag zijn wij bij een huis die jullie waarschijnlijk nog niet hebben gezien. Misschien heb je wel gezien, maar dat kan alleen op het YouTube kanaal van Lars natuurlijk. Want we zijn bij het nieuwe huis van Lars Petersen. En jullie kunnen allemaal wel raden wat ik ga doen als ze op een nieuwe locatie zijn. Jawel, we gaan dan verstoppertje spelen. Jongens, we moeten nog eventjes de maand volhouden. Ik upload nog steeds elke maand. En als je je merchandise nog steeds niet hebt besteld, bestel hem eventjes. De kindermaten komen er binnenkort aan. Ik kreeg heel veel vragen over de kindermaatjes. Helaas zijn die er nog niet, maar ik ben druk bezig. Als je nou iets wil bestellen, ga dan even naar timomiedema.nl. Daar heb je hem al, de grote beer. Ga dan eventjes naar timomiedema.nl. En als je voor 6 juni iets van mijn merchandise bestelt, dan maak je kans dat ik het bij jou kom langsbrengen. Oh shit. Nou, in ieder geval, we hebben kandidaat 1. We hebben Boa. Hey. We hebben de man die hier zelf woont. Een soort van beer eigenlijk hier in dit oerwoud. Mijn penis. En we hebben ook nog Tim. Wat doe je hier eigenlijk? Ja, een intro opnemen. Ja, maar wat is... Wacht even. Wat denk je dat je hier gaat filmen dan? Gaat hij dat nu vragen? Blijf maar gewoon buiten nu een keer. Dat gezeur. Ah, doet hij lekker zijn ding. Weet je wat het punt ook is? Er is helemaal geen probleem dat we hier zitten. Het schoontje schijnt. We hebben bier. Ik vermaak me wel hoor. Je mag me hier best opsluiten. No problem. Sorry, ik heb liever geen kinderen en foto's aan de deur hier. Ga even... Hallo, meneer. Nou, in ieder geval, we hebben Tim ook. En we gaan in Lars zijn huis. Hey! En we gaan in Lars zijn huis. Hoe is het met jullie? Ik hoop dat het goed gaat. Wij gaan weer beginnen in de schuur of in de tuin. Zeg het maar. Jullie mogen het laten weten in de comments. En de volgende video doen wij verstoppertje. Deze video. In ieder geval, wij gaan vandaag verstoppertje spelen in het nieuwe huis van Lars Petersen. Goed, ik ga in de schuur tellen. Jullie krijgen 2 minuten de tijd om te verstoppen. En na 2 minuten ga ik jullie zoeken. We gaan beginnen in 3, 2, 1... Go! Wil iemand een kruidruimte? Ja, Tim, dat vind ik iets voor jou. Ik ga alvast. Ja, ik ga dat ook niet doen, ik pas daar niet. Mocht je nou afvragen, Timo, waarom doe je weer verstoppertje? Geen idee, ik vind het gewoon leuk. En de andere jongens vinden het ook leuk. En Lars' huis moet natuurlijk goed ingewijd worden met een verstoppertje. We zijn nog steeds dagelijks aan het uploaden. Nog maar 4 dagen om precies te zijn. En na deze 4 dagen upload ik gewoon weer normaal, net zoals altijd. En dan gaan we echt oprecht, neem het van mij aan, gaan we echt knallen. En dan gaan we de meest vette en zieke ideeën die ik nog klaar heb liggen, allemaal uitwerken. En ik weet zeker dat jullie die leuk gaan vinden. Het is ook allemaal net wat originele dat ik nu doe. Maar in een hele maand uploaden zit gewoon heel veel tijd. Het editen, het online zetten, het bezig zijn. Ik ben dag en nacht bezig voor jullie. Maar ik vind het leuk. En ik hou van jullie support op mijn video's. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. En als je nog niet geabonneerd bent, moet je even zo leren. Kijk, wat ik dus dacht. Van deze even ietsjes in deze kant op. Waar dat ga ik achter? Ik ga er wel achter. Hier, ik zet Henk de huissteen hier wel voor. Het lijkt alsof je hier niet in kan. Ja, dat is wel afgesloten. Kijk maar even naar boven. Ga ik even kijken waar de andere jongens zitten. Jongens? Jongens? Oh, je zit allebei op zolder. Ik kan alleen nog daarin. Maar we kunnen dat wel doen. Die dicht en die deur er schuin voor zetten. Lijkt alsof er geen kastjes zitten. Ga jij erin zitten? Zetten wij de deur. Kijk hoor, hij zit nu daar te tellen. We kunnen ook deze kamer bombarderen en er niemand erin doen. Gaat al die deuren weghalen en moeilijk doen. Voor niks. Beetje schuin, beetje schuin, beetje schuin. Oké, nu die laatste gewoon zo er tegenaan. Het is een soort van gebombardeerd dat hij er niet langs gaat. Goed, we zijn 2 minuten verder. En dat betekent dat het tijd is voor mij om de jongens te gaan zoeken. Laten we beginnen. We gaan deze deuren open doen. Ik ben ook bang dat iemand me gaat laten schrikken. Blijft toch altijd lastig, hè? In de container? Nee. Hier ligt trouwens een schilderij dat Boas kapot heeft gemaakt op mijn hoofd. Dankjewel, Boas. Daar loopt hij. Hij zit in de tuin aan het checken. Ik denk dat in de tuin niemand zit, dus we gaan door naar binnen. Hallo? Hallo, mientje? Deze deuren staan allemaal los. Nee. Hier zit dus een kruipruimte. Ah, hoe ga ik dit openen? Jij gaat pas als hij dan naar beneden gaat. Of naar boven gaat. Waar wil je heen springen? Wat wil je doen? Je kan beter de lamp gaan. Nee,
Hieronder zit de kruipruimte van het huis, maar daar zie ik helaas niemand, dus we gaan hem weer dicht doen. Ik hoorde buiten allemaal geluidjes. Het kan zijn dat iemand via de ramen naar buiten gaat en dan weer naar binnen. Yes! Jong, kut hoor. Weet je hoeveel moeite dit kostte, eikel? Lul. Zo. Oh, ik hoorde jullie. Dus ik denk, ik ga eens buiten kijken. Lekker. 2 van de 4 gevonden. Ik zie hem ook bezig zijn. Wat was helemaal je plan? Ja, in de tuin verstoppen. Ja jongens, jullie denken altijd dat ik dom ben. Maar soms ben ik nog wel een klein beetje slim. Timo, je bent de hele tijd beneden aan het zoeken terwijl je niemand kan verstoppen. Dus je bent niet zo slim. Nee, maar ik heb jullie toch gevonden met de 2. Ik ga toch even overal kijken. Misschien zit er iemand in de koelkast. Je weet het niet. In de oven? Nee, ook niet. Oké, we hebben hier de wc. Ook niemand. Dan hebben we hier nog wat kastjes. Ik hoorde jullie. Kastjes? Nee, deze dan. Ook niet. Deze dozen, die stonden iets verder naar achter volgens mij. Ja! Yes! Good. Lars, ik let te goed op. Ja, het is niet normaal, maar dat is echt gewoon, hoe zie je dat? Ja, nou, ik ben... Je bent hier 10 seconden geweest. Ik ben 10 seconden geweest. Toen was je niet bezig met die dozen. Verder, ik had even gekeken naar de stoelen. Timo is altijd bezig met de dozen. Ja, dat is waar. Dat klopt, dat klopt. Nou, 3. Mooi. Hoef alleen nog boven te zoeken. Oh. Oké, we gaan deze kamer in. Niemand. En ik weet dat ze via hier het dak op kunnen, want dat hebben ze al gedaan. Dus we gaan eens kijken. Ik zie Wessel niet op het dak. Okay, niemand op het dak. Doe ik gewoon het raam dicht. Zodra er wel iemand op het dak zit, heeft hij nu mooi pech. We gaan naar de badkamer. Nou, hier valt niet heel veel te verstoppen. Oh ja, trouwens jongens, Lars gaat nog van alles aan het huis doen. Dus let eventjes niet op dit allemaal, want het wordt nog verbouwd. Gaan we hier de trap op naar zolder. Dan moet hier iemand zitten. Nee. We zijn wel slim, want hier staat een deur voor. En die stond er niet. Yes! Ik ben even mijn favoriete YouTuber aan het kijken. Abonneer! Lekker hoor! Ben ik de laatste? Ja, jij bent de laatste. Ja, wel ik ben gewonnen. Nou, doe nou niet. Ja, wat zijn jullie leuk. Godverdomme. Hallo. Ik dacht dat je beneden zou staan bij de deuren. Maar ik heb iedereen gevonden. Waar staat de rest dan? Ja, 2 hingen buiten bij het raam. Geen idee waar de tuin in komen. Lars stond achter een paar dozen en jij lag hierachter. Ah. Het is ook best wel moeilijk, want zoals je misschien wel hoort, klinkt het hier ook best wel hol allemaal. En dat komt omdat er gewoon simpelweg nog helemaal niks in dit huis staan. In ieder geval, ik heb iedereen gevonden. Dus dit was een vrij makkelijk potje. Goed. Aangezien. Deze nee, die ga ik het oprecht mee doen. Ja, maar ik ben wel heel blij. Ja, hij blijft heel blij. Aangezien Tim net als eerste is gevonden, is het de taak aan Tim om te zeggen. Oh, Tim! Oh, Tim! Tim is net als eerste gevonden, dus Tim mag nu gaan zoeken. Maar het is te makkelijk in een leeg huis om verstoppertje te spelen. Dus Tim krijgt een blinddoek om en wij gaan ons ergens verstoppen in het huis. En Tim gaat blind ons zoeken in het huis. Top idee. Maar Wessel gaat filmen. Wessel doet niet meer mee, want Wessel filmt. Want Tim kan niet blind zijn, filmen en een zaal vol zijn. Dat kan natuurlijk niet met z'n sorry? Allen. Nee, niks. Oké. Okay. Dat je een staatsmogol bent. Klopt. Tim, die bezem vind ik toch beter als je die niet gebruikt inderdaad. Dat is Nicole's vervoersmiddel, dan ga je er een beetje mee op. Hij kan beter als banana gebruiken. Zoveel haar heeft hij ook niet. Oppassen. Wessel. Oké, okay, Tim. Ik zei het nog zo. Nu zijn wij een team. Ik zei het nog zo, hè. Ja. Oké, okay, Tim. Waar is mijn stok? Tim, wij krijgen... Waar is mijn blinde stok? Tim, die zit daar. Die krijg je niet meer mee. Ik wil mijn blinde stok. Oké, ik ga pakken. Ja? Geen pak voor? Wij krijgen 2 minuten de tijd en na 2 minuten mag jij beginnen met ik moet dan wel de schuur in, anders hoor ik het. Ja. Ik ken dit al op mijn duimpje. Oké. Okay. Ik begeleid je man. Zo. Yes. Hierheen. Deur open. En nu naar voren. Oh. De kutdeur. Ja? Ja. Ja. Ja, ik kan ook gewoon inderdaad. Oh, het is best een mooi schuurtje. Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? We gaan blind verstoppen. Tikkie, ja. Nee, niet tikketje. Verstoppertje. Tim is, we hebben 2 minuten tijd om verstoppen te doen. Gaan we allemaal bij elkaar? Oh, ik heb een goeie, Lars. Dat kan je niet. Jawel. Daar kan niemand hoor. Wat ga je dat doen? Ik kan het liggen. Hier bovenop. Ik heb geen idee hoeveel het vast zit. Nee, kijk. Gast, een koelkast kan je echt wel bovenop liggen. Dit kan fucking makkelijk. Kijk. Kun je vast pakken voor mij? Ja, dat is een plakband. Ja. Ik vind...
Dat kan je wel beter gebruiken als stok. Ja, als jullie het slopen, ik zweer het. Als het slopen is kopen, ik koop heel je huis en terwijl ik geen geld heb, of niet? Dat is wel krap inderdaad. Ja, dat zeg ik. Plak hem op de deur. Je moet zijwaarts gaan liggen, maar... Ja. Ja, ik ken het als je hem zo ligt. Oh jongens, die hele koelkast laat daar los aan de zijkant. Serieus? Nee, dit hoort. Daar ging je los, ja. Dit hoort. Ja, dit ik kan, als ik zo blijf liggen... Is dat een plint? Ja, dat is een plintje. Als ik zo blijf liggen, gebeurt er niks. Au. Ook iets ook blijf liggen. Oh, wat echt gewoon zijn bal op. Boas gaat achter deze kussens liggen. Oké, de 2 minuten zijn voorbij, team. Ja. Het is tijd voor jou om te gaan zoeken. I'm ready. Ja. Pas op, je loopt hier door zijn tuin. Ja, dit is toch zijn tuin, dat weet ik ook wel. Ja, door zijn bloemetjes. Oh. Waar ga je eerst zoeken, Tim? Au. Ik denk dat hier al iemand zit. Ik hoor het ook gewoon, hè, Eikel? Wie is dit dan? Ik voel gewoon baard. Ja, dit is Lars. Ja, yes. Lars, als je geen herrie gemaakt had, had ik niet geweten dat er nu iemand was. Ja, maar weet je wie die herrie maakte? Ik? Maar ik zeg niks. Ha. Nou ja, dat is dus, dit is eigenlijk dus iemand is hier de regels aan het overtreden. Ik kan niet zeggen wie. Ja, iemand heeft wel al de regels overtreden. Ja, zijn eigen regels. Oké, okay, maar dan laat ik dit even voor wat het is, anders is het ook zo snel voorbij, omdat ik gewoon een master ben. Hè? Dat weten we natuurlijk allemaal. Bam. Dit. Oh, dit pijn. Oh. Als je ontspannen bent, dan is het geen fijn gevoel. Waarom vang je die stoel dan ook niet? Het is een soort leverstoot. Waarom vang je die stoel dan niet? Oh. Ja, je bent de hoek vergeten. Kutlamp. Ik sta hier. Ik ga het gooien. Ik hou niet. Daar ga je weer naar buiten. Oh. Hoorde je dat, Tim? Scheetje. Ja. Nee, dat is er nu. Nee, pas op. Ja, dan ga je de gang in, maar in de gang zit iemand. Zorg ervoor dat je allemaal dingen van... Oh, ik dacht dat dit echt iemand was. Nee, dit is aardig. Dit ben ik. Timo, pak je. Ik ben aan het lopen, Eikel. Timo, die liep al sinds dat hij buiten was. Run. Mag alleen op camera's. Gooi je stoel. Kom jongens, niks gooien alsjeblieft. Tim, niet met die koude stoel gooien. Wat zeg je Lars? Niet met die stoel gooien. Timo, maak ze uit. Nee, gooi. Tim, dan gooi je op de muur. Dat doe ik toch niet? Ja, ik zie jou wel weer alles lopen hier. Ja, nu heb ik je. Ja. Dit is Boas. Waar is die? Dit is Boas. Waar is Timo? Gadver. Messel, hier. Hier. Allemaal kak. Timo. Timo is dat de hele tijd rond te lopen. Zo, dat is een andere wereld waar je in zit dan. Heel je beleving is anders. Ik denk dat Tim gevaarlijk is zonder blinddoek, maar met blinddoek is het nog erger. Oprecht voor je idee zit je in een totaal andere omgeving. Oh. Au. Hoe dan niet? Bij Timo, dat is leuk voor de video. Oh! Godverdomme! Tief op! Oh, niet zo vaak, ik heb al 3 keer... Ah! Au! Dit ding komt... Au! Klaar nu! Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dat nou een superleuke video? Even zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En als je nog niet geabonneerd bent, dan moet je even abonneren. En dan zie ik jou morgen terug bij een nieuwe video. Later!